Hallo en welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 60. Yes. Daar zijn we weer met een heleboel leuke en nieuwe dingetjes. Zullen we meteen beginnen? Ik denk het wel, hè. Oké. Ik was vorige week bij de frituur hier, lekker frituur trouwens. En toen moest ik betalen en ik dacht dat ik mijn pinpas bij me had, maar nu dus. Stom. Maar ik heb altijd iets bij me om dat soort problemen op te lossen. Want ik ging in mijn zak en ik haalde eruit. Wat was het? 1,25. Nou, dat is niet heel veel. Dan kun je niet echt heel veel krijgen. Misschien een frikandel niet eens meer volgens mij. Dan krijg je ook een bakje mayonaise en een bakje kruis. Kun je vingeren. Maar ik heb gelukkig altijd dit bij me. En wat is dit? Dit is een wit staafje met drie elastiekjes. Al ben ik altijd hetzelfde eigenlijk, zeg maar. En het leuke is dat je daar onder die elastiekjes bijvoorbeeld geld kunt plaatsen. Dan zeg je, wat heeft dat voor nut? Nou, je kunt hiermee geld verdubbelen. Als je 5 cent erin zet en je drukt erop zo, dan kun je daar 2 keer 5 cent van maken. Dus dan heb je al 10 cent. Ja, dat is makkelijk op zich. Dus, ik dacht, wacht, als ik er nou 20 cent onder zet, druk op de 20 cent, hebben we ook 2 keer 20 cent. Hebben we al 40 cent, plus 10 is 50 cent. Maar als het met 20 cent kan, dacht ik, dan kan het natuurlijk ook met een euro 1,25 hier, 1,25 daar. Dus je hebt totaal al 2,50 euro. Maar toen dacht ik, wacht even, ik moet 7,50 betalen. Dus dan kom ik eigenlijk nog wat tekort. Dan kom ik eigenlijk, 2,50 is leuk, kom ik 5 euro tekort. Nou ja, die 5 euro is natuurlijk een ander verhaal. Dat is een beetje lastig ook. We halen even alle muntjes eraf. Zo, zit er mooi vast. Kijk, 2,50. Die 5 euro, dat is een beetje lastiger. Maar dat heb ik eens op gevonden. Je hoeft alleen maar te wuiven, zeg maar. En dan krijg je 5 euro. Zie? 5 euro. Nou, ik kan er even af. Zo. 5 euro. En toen hadden we onze 7,50 euro. Ik zeg alsjeblieft aan 7,50. Die mensen helemaal verbaasd. Ze snapten helemaal niks van waar het geld allemaal vandaan kwam. Ze zei iemand van, hoe doe je dat? Ik zeg, ja, dat kan ik niet verklappen. Ik zeg, want goochelaars hebben natuurlijk hun geheim en dat mag ik niet zeggen. Hak hem op. Ik zeg, nou, ik zeg in ieder geval niet in de mouw, zie je? Want ik heb mijn mouw opgestroopt. Dan zei hij, maar ja, heel veel goochelaars doen dingen met spiegels. Maar ja, dat kan hier ook niet. Nou, ik zeg, deze werkt wel met spiegels. Misschien had je het niet verwacht, ik zal het laten zien. Kijk, want die pedal, zoals ze dat noemen, die geldmachine. Als je daarmee wuift, of je doet het met je hand erover zo, zie je, dan zie je hier echt een spiegel. En niet alleen hier, maar ook aan de andere kant heb je overal spiegels. Is toch vreemd? Zie je? Is toch raar dat zo'n ding kan verschijnen? En het leuke is, je kunt de spiegels weghalen. Je hoeft alleen maar over de achterkant te wrijven zo. En dan kun je zelfs een spiegel aan de ene kant laten verdwijnen. Dan heb je aan de ene kant spiegel, aan de ene kant geen spiegel meer. Heel vreemd. En als je dan zegt tegen mensen, wil je het onderzoeken? Dat kan ook nog, want er is niks aan te ontdekken. Nou, dit is de Money Pedal. Jaren terug hadden we een houten versie. Dat klopt. En nu, die is al lang niet meer op de markt. En we hebben nu zelf dit in productie genomen. En die kost 19,50 euro. Ja, die kost 19,50 euro. Nou, ik dacht, weet je wat? We laten hem maken in het zwart. En Leon zegt, ja, ik vind wit mooier. Nou, ik zeg, dan laten we maken in wit. En zwart. Dus je kunt ook kiezen uit wit of zwart. Nou, elastiekjes krijg je erbij. Je krijgt ook reserve elastiekjes erbij. Ik kan altijd eentje. In principe zit ze goed vast. We hebben inkepingjes laten maken erin, zeg maar. Zodat het blijft zitten ook. Maar ja, na loop van tijd kun je er ook kwijtraken. Ze kunnen stuk gaan. We verkopen ook reserve elastiekjes, mocht dat nodig zijn. Dus dat is allemaal te krijgen. Ja, met video-instructie. Heel duidelijke video-instructie. In de Nederlandse taal krijg je erbij. Voor 1950, toen die houten pedal uitkwam, was het een van de meest verkopende dingetjes die we hadden. Sowieso zijn pedal trucs. Ja, verkoop heel veel. Ook de White Adventure pedal, waar je er met de stift op tekent. Moeten we nog even één dingetje zeggen? Ja. Die 750, die zet er niet bij? Nee, die krijg je niet bij. Die moet je zelf maken. Die moet je zelf maken. Moet je 1,25 jaar zoeken en dan kun je daar 750 van maken. Uiteraard krijg je ook een opbergzakje erbij. Dus je kan je pedal mooi bewaren, zeg maar. Altijd mooi. Dus helemaal compleet voor 19,50 euro. Met een online instructie. Met de online instructie. Zo. Nou. Dan gaat het geld alle kanten op. Nou, het geld moet rollen, zeg ik. Ik ben niks stiekem aan het doen. Alleen maar geld aan het oprapen. Maar op zich niet verkeerd is. Het geld ligt hier echt gewoon voor het oprapen. De Money Pedal. Heb je ook nog iets leuks? Ja, ik heb hier Sherlock. Ik zal het even laten zien. Sherlock coin. Ik heb hier een spelkaarten. Dan wil ik jou vragen om een kaart te kiezen. Zou je daar je handtekening op willen zetten? Oh, dat is een plaatje. Dan moet ik het even.
Dan mag je hem hier opleggen. Oh, ik zal even laten zien. Okay. Er is er maar één van. Die kaarten gaan terug. In het doosje. Zo. En dan heb ik hier nog een munt. Zou jij daar iets op willen schijnen? Zeker. Ik heb er iets opgeschreven. Oké, mijn handen zijn veel leeg. Hm? Het mooiste als ik die munt pak, op deze manier. Je blaast. Dan kun je die munt laten verdwijnen. Maar het mooiste is. Ik heb hier een spelkaart in het doosje zitten. Daar heb je net ingestopt. Ik heb er net ingestopt. Dat is geen truc, hè? Dat zat erin. Dat was geen truc, nee. Zo. Zal weer dan niks gaan doen. En als het goed is, ligt hier namelijk een munt. Hm? Dat is inderdaad. Maar volgens mij is het de munt die je net gesigneerd hebt. Ja, dat is zeker de munt die ik net gesigneerd heb. Als het goed is, heeft Jan K. namelijk gevonden. De harte vrouw. Oké. Okay. Sherlock Coin. Sherlock. Sherlock Coin, ja. Leuk. Ja. Moeilijk? Nee. Nee. In principe de verdwijning van de munt is zelfwerkend, hè. En het gekke is dat deze kaart midden in het spel gaat. En toch komt de munt, waarvan er is maar één munt, in het midden van het spel op de gekozen kaart te liggen. Ja. Zonder dat je iets geks hoeft te doen. Je hoeft niks geks te doen. Nee, dat is, natuurlijk moet je wel oefenen, dat is logisch. Ja, mooi hoor. Ja, we moeten er meer over vertellen. Dat die €36,75 kost. Dat is een goeie. Je krijgt het speciale kaartspel. Je krijgt de kaartspel. Verpakken natuurlijk. Dat is een mooie mening natuurlijk. Verder heb je zelf een munt nodig. Mm-hmm. Stipt. En ja, er zit een online instructie bij. En dat is het. Ja, dus very easy to do. Nou, doe je even terug in, maar ik kom niet weer het spel compleet. Oké, okay. Sherlock Coin. Aanrader dus. Zeker omdat hij makkelijk te doen is. En compleet is met kaarten aan het ja. En nu hebben we al €7,70. Goede kant op. Oké, okay, dan een grote box. Wat is dit? Dit is de Stembus box. Black, ja. Stembus. Een dag eerder had dat, twee dagen eerder. Hopelijk is er geen fraude mee gepleegd. Hoop ik niet. Zo had ik kunnen gebruiken als een slotje of had kunnen. Dit is de Amazebox Black. Ja, goed, we kunnen, er komen er niet omheen om een beetje uit te leggen wat dit ding kan. Maar anders heeft het geen zin om dit ding te bespreken. Voorheen was er de Amazebox White. Die was iets kleiner. Nou, en dit is eigenlijk een box waarmee je papieren, platte voorwerpen, laten we zeggen, biljets, bankbiljetten, kunt verwisselen voor andere. Hoe werkt dat? Nou, toeschouwers mogen hier dingen ingooien. Dat is het idee. Nou, ik heb me niet voorbereid op dit hoor, maar kunnen we dingen ingooien. Daar gaat mijn geld weer. dus je kunt allerlei papiertjes, mensen kunnen namen opschrijven, mensen kunnen vragen opschrijven, weet ik wat, allemaal kunnen ze allemaal ingooien. Tot 200 briefjes. De white versie, die is te klein was, kon er 30 in, dus 200 is echt wel fors. En uiteindelijk wordt de box opengemaakt. Dat kan op zich door de toeschouwer zelf. Nou, ik zal laten zien. En als je hem openmaakt, zeg maar, dan zie je dat in dit geval het biljet weg is. Nou, normaal is het dan zo dat alles verwisseld is voor andere biljetten. Dus dan stel voor dat je er allemaal briefjes in hebt zitten met dezelfde naam. We hebben laatst nog vraag. Zelf gebruikt. We moesten kiezen wie de toilet ging poetsen. We hebben hier eerlijk gestemd. Ah, zo. En, serieus? Dus daarom moest ik. Ah. Ja, maar en dat zeg je nu pas. Ja, dus dit is eigenlijk ja, een super ding. Wat is er beter aan deze ten opzichte van de andere? Nou, behalve dat die groter is, daardoor heb je meer te verbergen. En daarom zitten er in deze box ook twee metalen strips. En die zorgen ervoor dat de lading die erin zit beter verborgen blijft. Dus dat je
Kijk, karton kan van zichzelf vouwen en open gaan staan, een metalen strip niet. Dus die zorgt ervoor dat hij niet open kan blijven staan. Het is een stevig ding. Deze is ook zo gemaakt dat je hem weer plat kunt vouwen en mee kunt nemen in de verpakking, mocht je dat willen. Dezelfde karton als de oude versie? Ja, volgens mij is het de rest wel hetzelfde karton, alleen de kleur is anders en hij is groter. Amazebox Black kost €69. Ook daarbij krijg je een hele duidelijke video-instructie. Het gaat tot in het kleinste detail, wordt uitgelegd hoe je de dingen in elkaar zet. En het is echt niet moeilijk, het is een kwestie van in elkaar schuiven en alles. Ik zou het kunnen laten zien als er niet al een biljet in zit. Zat hoe je kon plat vouwen, maar dat gaan we niet doen. Maar hij is echt helemaal plat op het pakketje. Ongeveer de grootte van deze mat. Ja, de eerste versie hebben we super goed verkocht. Ik verwacht niet direct dat iedereen nu de dingen overschakelen hierop. Maar als je meer laadruimte wil hebben. Of zegt ik wil de Amazebox kopen. Maar ik heb er nog geen. Dan zou ik meteen de zwarte pakken. Want dan heb je meteen de maximale mogelijkheden. En als hij wordt niet snel smerig. Dan kan ik dat wit als er ergens staat of er komt iets op. Mm-hmm. Dat die vingerafdrukken weet ik veel. Dat dat snel vies wordt. Zwart doet het ook niet. Amazebox. Ja. Zetten wij even opzij. Nieuw spelkaart, hè? Ik ben heel even de naam kwijt. Van Theory 11. De Neil Patrick Harris deck. Oftewel NPH. NPH. Mooie achterkant. Mm-hmm. De voorkant ook even bekijken natuurlijk. Oh ja, de indexen zijn inderdaad wel anders dan... Oh ja, zie je, zo anders. Dat is een beetje goudkleuriger. Die plaatjes straf uithalen. Ja. Schoppen aas. Is die eruit? Zie. Schoppen aas. Mooie schoppen aas ook. Jokers. Mooie jokers. Joker. Eye design. Ja, een doosje ook. Schaar dat het een beetje afhalen hier. Het is echt, echt wel heel mooi. 3D embossed. Mooi hoor. Ja. Wat moeten we meer over vertellen? Als je van mooie kaartspellen houdt, moet je deze toevoegen aan je collectie. Quanta Costa. €10,75. Nou, €10,75 voor een mooi kaartspel. Mooi, oh, dat is mooi druk. Ja, inderdaad, binnenkant heeft ook nog een heel mooie patroon inderdaad. Ja. Mag me kosten tegenwoordig. Maar ja, je zult wel mee betalen in de prijs, denk ik maar. Ja. Dat ook op. Oké. Ik heb hier een... Even kijken, waar ligt die? Ja, hier heb ik een. Eén. Touwtje. Je mag het even checken of er niks geks meer is. Je kan trouwens elk touwtje gebruiken. Maar we gaan het hiermee doen. Nee. We hebben een moer. We maken een lusje. Het lusje gaat door de moer. En we maken de moer vast op een onmogelijke manier. Jij mag de uiteinden vasthouden. Ik pak een doekje. En ik ga onder de doek iets onmogelijks doen. Want ondanks dat die moer helemaal vast zit. Doe ik er een beetje over laten liggen. Die schiet er een beetje af. Aan het koord. Nou, hoe dan? Hoe, je hebt uiteindelijk zelf gezondheid. Uiteindelijk goede afleiding. Goed vastgehouden. En zeggen mensen, ja. Nog niet meer. Oké. Ondanks dat hij goed vast zit, is hij toch los. Maar zeggen mensen, ja. Dat is heel simpel. Dat is ook zo. Als je dat weet, is dat heel simpel. Daarom maken we het iets onmogelijker. We hebben bij gebrek aan 2 toeschouwers aan 1, maar toen doen we zo. Let op. Oh. Weet je wat? Maak er dan een knoop bovenop. Je hoeft niet super strak aan te trekken, maar maak er een knoop bovenop. Zo. Zit deze moer vast? Ja of nee? Die zit vast. Die zit vast. Oké. Doekje. Doe ik je overheen, op deze manier. Zo, kan ik met mijn hand om? Ja, ik kan met mijn hand om. Ik ga met mijn hand onder het doek. En toch gebeurt er iets heel raars. Want let op. Als het goed is. Nee, nou gaat het niet meer lukken. Afleiding. Is de moer weer eronder. En het mooie is. Kijk, is er nog vast. En de moer is helemaal los. Dit is de... Wij noemen hem de Supernut Jumbo. Zover wij weten, in ieder geval deze uitvoering niet langer in productie. Wij hebben er een heel aantal nog, maar op is op. Het is mechanisch heel goed gemaakt, het is echt een mechanisch dingetje. Voor de eerste routine kun je met elk
elke moer. Maar de tweede is wel is wat anders. Het leuke van deze is dat je veel meer kunt. Je kunt het ook aan een potlood doen. Mensen potlood laten vasthouden en dan gaat door een potlood. Je hebt allerlei mogelijkheden hiermee. Super cool. Supernut Jumbo kost €17,50. Met online instructies. Ja, we hebben er ook Nederlandse talige online video instructies van gemaakt. Dus ja, hoe makkelijk kun je het hebben? Met een videootje leer je gewoon alle routines die mogelijk zijn. Oude truc, maar vergeet niet, de oude trucs zijn vaak wel de beste. Die zijn niet voor niks als oud. We hebben de tand destijds, een heel zwaar woord, doorstaan. Je krijgt uiteraard alles mooi, ik zal het zien, in een mooie opbergzakje. Dus dat ziet er ook wel mooi fancy uit allemaal. Kun je het mooi bewaren in één tweetje. Super nut Jumbo. Ja. Hebben we nog iets? Het is niet te geloven. Nee, dat oude horen. Dingen leuk zijn, maar nieuwe dingen kunnen ook leuk zijn. Want ik heb hier namelijk ashpaper. Ashpaper, nou, René zal hier wel een filmpje bij zetten. Ja, ik laat hieronder even een filmpje draaien. Maar het mooie is... Want ik had hem niet voorbereid en dat duurt als je hem voorbereidt, het duurt een paar uur voordat hij... Stel voor, je laat hem een kaart kiezen. Je pakt een stuk zwart flashpapier, dat steek je aan en in één keer de as blijft liggen. En in de as staat dan de gekozen kaart. Ja. Of een naam, of wat je wil. Ja, het coole is dat je... ze laten in de ook online video-instructie, dat is tegenwoordig nog eenmaal zo. Wat op zich niks mis mee, maar... met de online video-instructie laten ze jou zien wat allemaal mogelijk is. En je kan inderdaad kaarten voorspellen, ESP-symbolen, namen. Maar kijk, omdat je moet het een paar uur van tevoren prepareren. Maar ze geven een heel mooi idee... waarmee je op een visitekaartje kun je mensen zelf een aantal namen laten schrijven. En dan is er eentje omcirkeld. Juist, en ze mogen er eentje kiezen. Je legt een zwart papiertje erop, je steekt het aan en de gekozen naam is omcirkeld, inderdaad. Dus ze hebben ze echt een vrije keuze op het laatste moment. Je kunt dus niet, dat de tekst geeft wel, vind ik, een beetje aan... meteen een initiaal laten verschijnen uit het niks. Dat is, ja, je moet het prepareren. Dus het is niet mogelijk om, zeg maar, als je even iemands naam hoort op de achtergrond, dat je even snel hup, hup, hup en klaar. Dat kan niet, laat ik het zo zeggen. Of je moet er nog 2-3 uur aan de praten komen. Ja. En het prepareren klinkt heel ingewikkeld, is niet veel werk. Maar je moet het prepareren met hetgeen wat je prepareert moet drogen. Nou. Wat je erbij krijgt, ik kan niet alles laten zien. Maar ik kan wel laten zien dat je erbij krijgt. Even kijken, dat zijn batterijen. Dat wil ik niet laten zien. Kabeltjes. Nee, dat is ook wel niet laten zien. Het enige wat we kunnen laten zien is dit. Dit is het ashpaper. Nou, en dit is speciaal gemaakt papier. Flashpapier. Dit is dus niet gewoon een zwart flashpapier. Het is speciaal gemaakt. Waarom? Het heeft een bepaalde dikte. En de preparatie die je daarmee doet, mag natuurlijk niet te zien zijn. Daarom is dit papier speciaal ontworpen. Volgens mij hebben mijn hoofd 40 stuks. Dus kun je 40 keer doen. Okay. Nou, ik zou een middag gaan zitten. Nietje eruit halen. Een middag kun je toch een uurtje gaan zitten. En dan meteen... je kunt snel tellen. Oké. Okay. Ik zou meteen gewoon een hele suite prepareren. ESP-symbolen, kaarten. En dan is gewoon met een waterstaafje teken je, zeg maar, op je papiertjes wat je wil. Met speciaal spul. En dan... drogen en klaar. Je kunt altijd zelf zien op de papiertjes wat erop staat, dus je hoeft niet dat je denkt, oh, ik heb hem geprepareerd, maar ik weet niet wat de preparatie is. Dat is altijd makkelijk terug te halen. En dan zou je ze zelfs weer, denk ik nu, terug in een boekje kunnen doen en niet. En ik lijkt het gewoon of je een willekeurig papiertje pakt en dan heb je de zet. Ja, leuk. Leuk, ik zie wel toepassingen inderdaad. En het laat inderdaad, dan blijft een laagje as liggen inderdaad, wat jij zei. Kun je en als je dat wegpoetst, dan is... alles weg, zeg maar. Dus het is niet dat het een kaartendoosje zwart gebrand wordt in een gekozen kaart. Maar het is echt as die blijft liggen, inderdaad. Vandaar de naam. Ashpaper. Kost €26,95. Ja, dat is een koopje. Vind ik voor zoiets. Ja. En ik ga ervan uit, maar jij zei vroeger, er komen de refills. Nou, ik bedenk me nu, ik kan me indenken dat er refills komen. Maar ik weet, want je hebt behalve papier heb je nog iets nodig. En ik weet niet hoe snel dat opraakt. Ik weet niet of je dan gewoon een nieuwe set moet kopen dat je allebei weer nodig hebt.
Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik kan niet zoveel, zo snel zoveel gebruik je er toch niet van. Ik weet niet of er refills komen. Ik ga er eigenlijk vanuit van wel. Maar nu zijn er in ieder geval nog geen. Maar als er zijn, zijn ze uiteraard te vinden op onze website. Maar voor de prijs hoef je het niet te laten. Nee, want dit is al 26,95. Als je zo bekend, gewoon flespapier, dat kost al 17. Ja, maar als je een boekje flespapier bij ons is 4,5 euro voor 20 vellen. Dus zou je voor 9 euro klaar zijn. Maar dan heb je weer het papier en heb je helemaal niks aan deze truc. Nee, maar ik bedoel een verhouding. Ja. Ja, ja, maar dan is het nog. Is het, ja. Ja. Maar het is niet duur. Dat bedoel ik. Dat klopt. Volgens mij... Heb ik wel nog iets. Ik heb ook nog iets, ja. Ik moet even iets pakken, ik ben iets vergeten. Of kan ik het ergens anders op schrijven zo meteen? Even denken. Nee, ik ga zo meteen wel even pakken. Weet je wat, vertel even vast. Ik pak even iets voor de volgende truc. De Ultimate Remake. Jullie hebben al laatst al in een update gezien... dat er een munt wordt gesigneerd die verschijnt in een ijsblokje. Dit is de munt die verschijnt, of een munt, sorry, een kaart die verschijnt in een ijsblokje. Hier hebben we eerst ook een andere versie van gehad, die was 100 euro duurder. Deze, hoe moet ik het zeggen, deze gimmick is wat, ja, hoe zeg je dat netjes? Hij is wel degelijk, hij is degelijk, dat wel. Ja. Maar hij is goedkoper gemaakt, waardoor ze de prijs met 100 euro hebben kunnen verlagen. Ja, dat is wel vet hoor, 100 euro. Ja, want die kost nou 159, kostte die eerst volgens mij nou 59. Ja. Ja, maar de truc is exact hetzelfde. Gesigneerde kaart komt in een ijsblok, in een zakje, in een non-zakje. En voorheen was de complete gimmick, was compleet gemaakt van roestvrij staal, gepunt last, en weet ik het allemaal. Oftewel zwaar en gewoon duur, dat wordt speciaal gemaakt. Nu gebruiken ze een bestaande vorm van iets anders die bestaat. Ja, en die kost gewoon niet zoveel. Maar die is ook dus, nog makkelijker uit te halen. Ja, is ook makkelijker eruit te halen. Het blok is groter, iets groter. Het ijsblok is ook stoerder. En is handig, want het blijft een ijsblok. Dus voordat je gaat vertonen, smelt het altijd iets. En een dikker ijsblok, is als het smelt, wordt het in ieder geval nog een normaal ijsblok. Als je een dun ijsblok hebt wat smelt, hou je weinig meer over. Ja, we hadden hem niet geprepareerd. De vorige keer, 2 keer geleden, hebben we wel met de ring toen gedaan. Ja, wel niet geprepareerd. Deze is nieuw, het idee is duidelijk. En anders check de video demo, zie je exact hoe Kieran dat doet. Kieran heeft hem hier ook gedaan. In zijn lezing. Toch? Ik ben er niet bij geweest. Bij Kieran Johnson ben je niet geweest? Oh. Nee, helaas. Maar die pot kon er zo niet? Ik dacht dat jij er wel bij was geweest. Ah, oh, oké. Okay. Okay. Mijn gedachten wel, maar... Oké. Ja, nou ja, die heeft hij ook gedaan in de lezing. Het is, alles staat, je leert op DVD alles hoe dat... zeg ik DVD? Of online? Er zit er ook iets van cool elementen. Nee, wat er niet bij zit is inderdaad... Kijk, je hebt een ijsblok om te vervoeren. Je kunt in een dag een paar ijsblokken maken. Dus je kunt ze vooruit maken. En om het te vervoeren van thuis naar je locatie van je optreden... Ja, is een cool pack of een koel element of een diepte element of een dingetje. Ja, er zitten dingetjes bij om het smelten tegen, om het smelten tegen te gaan, het water op te vangen en te vervoeren. Maar niet te vervoeren in je zak te houden tijdens de voorstelling. Maar niet om het van Amsterdam naar Venlo mee te nemen in de auto. Daar moet je gewoon iets meenemen om te koelen. Klaar. Maar de prijs vooral 100 euro goedkoper. Maar goed, nogmaals. De oude gimmick gaat nooit en nooit en nooit stuk. Deze kan een keer stuk gaan na veel gebruik. Maar die kun je zelf dan ook wel makkelijk ergens, naar mijn idee, verkrijgen. Ja, met de winkel kopen voor een paar centen. Dus, een paar centen is op een paar euro. Dus dat is ook geen probleem. Ja, Ultimate Remixed Isolation. Hoezo lange naam? Van Kieran Johnson. Johnson. En nog iemand. En nog iemand. Ik heb een dobbelsteen. Ja. Maar ja, dat is niet echt een bijzonder iets. En ik heb een stift. En ik heb een blokje. En dat blokje was ik even vergeten te pakken. Dus daar moest ik net even voor weg. Leon. René. Dit is een normale dobbelsteen. Gooi er even een paar keer mee. Want dan zouden mensen zeggen, dit is een dobbelsteen. Die gooit altijd 6. 5. Of altijd 3. Bijna. Gooi nog een keer als je wil. Dus ik denk, 3 gooit en dan hebben we het toeval trouwens, maar goed. 4, dan gooi nog een keer. Hé, weet je wat, ik draai me om. Heb je gegooid? Ja. Oké, niet zeggen wat je gegooid hebt. Maar,
Je kunt die dobbelsteen kun je kantelen. Dat kan. Je kan hem naar voren kantelen, dus zeg maar van je weg. Dus dan draai je hem zeg maar naar voren. Je kan hem naar achteren kantelen, dan kantel je hem naar je toe. Je kan hem naar rechts kantelen, dan kantel je hem één keer naar rechts. En je kan hem naar links kantelen. Dat klopt, hè? Ja. Oké. Okay. Weet je wat? Ik ga wel proberen. Ik zeg niet dat het lukt, maar ik ga proberen. Kantel de dobbelsteen is naar rechts. Eén keer. En nog een keer naar rechts. En één keer naar voren. En nog een keer naar voren. Ja. Oké, okay, ik ga het proberen te raden welk getal er boven ligt. Ligt het getal 4 boven? Nee, 3. 3, oké, okay, daar zet ik er 1 langs. Oké, okay, dan doen we, forget it. Kantel hem één keer naar voren. Ja. Nog een keer naar voren. Ja. Naar rechts. Naar rechts. Welk getal... Nee, niet zeggen, niet zeggen. Ligt nu dat getal 4 boven? Nee, het getal 6. Nee. Oké, wat wel? 1. 1. Ja, dat gaat lekker. Ik zal niet kijken, dat gaat lekker. Weet je wat, misschien... Weet je wat? Ik ga het anders doen. Je hebt nu 1 boven. Ja. Oké, okay. Maar ik weet niet wat er aan de zijkant zit, hoe je ligt natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Zou jij die dobbelsteen nog een aantal keren willen kanten, dan moet je wel zeggen wat je doet, dan ga ik proberen dat te volgen. Het mag best snel gaan, wat je zelf wil. Van voor. En je mag stoppen, wanneer je wil. Wat zeg je? Naar voor. Mm-hmm. Ja, ik wou naar achter, naar links, naar rechts, zeg maar, doe het niet. Naar links. Ja. Naar voor. Ja. Naar rechts. Ja. Je mag stoppen wanneer je wil. Wil je naar stoppen? Achter. Oh, achter. Naar achter, oké. Okay. Dan ben ik gestopt. Je bent nu gestopt. Je bent het me eens, leg je hand op de dobbelsteen, dat ik niet kan weten hoe de dobbelsteen ligt. Dat klopt, hè? Ik zal even iets verder op tafel leggen. Even ja, leg je hand er bovenop. Kun je ze nog even zien, ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik ga me nu terugdraaien, goed? Oké. Okay. Ik heb geen idee hoe die dobbelsteen eruit ziet, hoe die dobbelsteen eruit ziet, wat er nu boven ligt. Maar ik ga jou vragen, zou jij een getal van 1 tot met 6 willen noemen? 2. 2. Oké. Okay. Even kijken hoor. Ik kan niks meer aanpassen. 2 heb jij gekozen. Ik heb hier opgeschreven wat je moet doen om op het getal 2 uit te komen. Oké. Okay. Hoop ik. Oh, zullen we eens even kijken dan? Ja, tel wel voorzichtig je hand op. Mag ik hem zien? Oké. Okay. Ik heb opgeschreven... Kun je deze? 3 keer naar achteren. 3 keer naar achteren. Draai de dobbelsteen 3 keer naar achteren. 1. 2. 2,5. 3. En dan kom ik op 2 uit. En je had 2 gekozen. Dit is het... White Eye Mystery, naar een idee van Ferry de Riemer, die heeft hem bedacht. En we hebben samen uitgewerkt wat het nu is. Ja, je kan het nog ingewikkelder maken, maar hij is nog nieuw, dus ik ben blij. Zo kan ik hem wel prima laten zien nu. Ja, superleuk ding. Is hij moeilijk? Nee, hij is absoluut niet moeilijk. Je moet alleen toeschouwers hebben die goed luisteren en je moet goede instructies geven. Dan gaat hij 100% goed. De dobbelsteen is absoluut ongeprepareerd. Je kan een dobbelsteen lenen. Alle dingen die hier liggen kun je gewoon lenen. Er is geen preparatie. En je krijgt hem helemaal compleet. Met Nederlandse instructie. Heel goed uitgewerkt overigens. Door mezelf. Voor €14,95. Wellicht dat we er nog een keer een video-instructie bij komt. Daar hebben we nog even geen gelegenheid voor gehad. Maar er zit sowieso een Nederlandse uitleg bij. Dus je kan hem meteen vertonen. Het leuke is dat je het inderdaad allemaal kan lenen ook. Je kan ook zeggen, heb je een dobbelsteen? Ja. Heb je een pen? Heb je een papiertje? En dan, als je voorbereid bent, doe je de truc. The White Eye Mystery. Zit er ook een oplader bij? Oplader zit er niet bij, maar dan kun je gewoon elke USB-poort kun je... Ja. White Eye Mystery. Prijs, had je al genoemd? Ja, op een paar keer. €14,95. Nou, wij hebben... Het is nu vrijdag... nu niet, maar als je dit bekijkt... Is het in ieder geval op zijn vroegst vrijdag. We hebben de lezing van Masahiro Yanagida. Maar dat is waarschijnlijk te laat als je dit nu ziet om daar nog naartoe te gaan om 8 uur. Zo niet, spring in je auto heel snel. En rijden. Even bellen dat je komt. Niet tijdens het rijden, want... Ja, er zijn geen ongelukken gebeuren. Maar de rest
Daar heb ik niet zo moeite mee. Maar we hebben nog twee evenementen waar we op de korte termijn naartoe gaan. De eerste, 25 maart, de Giga-Gogelweg in Goochelen. Een dag met workshops, een dag met optredens, een dag met een goochelmarkt waar wij ook staan en andere winkels ook te verkopen. Dus hou jij van goochelen? Wil je goochelen leren, maar weet je niet hoe? Ga er naartoe. Volgens mij is de entree, ja, echt super laag. Ik heb een flyer bij vergeten te pakken. 2,50 of zoiets? Ja, of van 2,50 maak je 5, dan neem je een money bij wel. Onderaan de filmpje zet ik sowieso even een link neer waar je naartoe kunt gaan om even meer informatie te krijgen. Trouwens, op onze contactpagina op de website, aan de rechterkant heb je contact en openingstijden. Daar staat ook altijd waar we naartoe gaan. Er staan alle evenementen waar we naartoe gaan. En normaal gezien zit er ook altijd een linkje bij van klik hier voor meer informatie. Dus kun je altijd het hele jaar doorzien waar zijn we en waar is meer informatie te vinden. Nou, een week na 25 maart is 2 april. 2 april is het juniorenconcours in Meppel. Dat is een studio van Mandro. Mandro is ook een goochelillusionist. En die stelt zijn mooie theater ter beschikking voor het juniorenconcours. Dus ze zijn eigenlijk de Nederlandse kampioenschappen voor junioren. Daar staan we ook. Mag je ook naartoe gaan. Doe ook een linkje hieronder erbij. Is dan onder het YouTube filmpje bedoeld en niet in beeld. En dan kun je ook meer informatie vinden. Als je dat leuk lijkt, kun je de hele dag optredens zien van junioren. En uiteraard spulletjes kopen als je dat wilt. Ja, zijn we weer nog iets vergeten? Er staan nog wel lezingen op de planning, hè? Ja, 20 mei, Mark Mason. Info moet nog op de site zetten. Ik zag dat dat er nog niet op stond. Maar komt. Dat ik er nog niet ben toegekomen. Ook even niet meer aan gedacht heb. Dat we met andere dingetjes bezig waren. Maar die informatie die komt. Maar goed, we kennen allemaal Mark Mason. JB Magic is zeg maar de baas, de bedenker, de oprichter. Nou ja, een Blackpool verkoopt hij altijd alles uit. Dat bedoel ik mee niet dat hij het goedkoop wegdoet, maar. Altijd uitverkocht. Dus ja, je kent zijn effecten. Hij heeft super commerciële dingetjes. En ik kom het hier laten zien. Je kan telefonisch en via mail of als kaart reserveren. Wellicht, als ik tijd heb gevonden dat ik voor het uitkomen van deze update het ook al op de site heb gezet. Dan kun je ook online kaart reserveren. Maar ja, we hopen je daar te zien. Normaal gesproken komt daar toch wel veel mensen af. Komt toch wel veel volk op af. 20 mei om 4 uur. Dat was hem denk ik, of niet? Dat was hem. Update 61. Ja. Update 60, ik wil zeggen. Op naar update 61. Update 60 is klaar. Nu nog even monteren. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken, inderdaad. En tot de volgende. Adieu.